Hallo, vandaag heb je dipdoos ontvangen met je nieuwe handstuk van je VP1000. Dus we gaan de vervanging samen doen. Het nieuwe handstuk is voor jou. De oude handstuk mag je naar ons terug bezorgen. Eerst en vooral je oud handstuk. Natuurlijk, je neemt je bit weg. Dus je draait het handstuk. Je neemt je bit weg. Dan mag je de kap trekken. Dan mag je het handstuk nemen. Dit mag je terug in je toestel zetten. En dan hier heb je dan een bescherming. Houd het zo, want je gaat het straks terug opnieuw moeten gebruiken. Hierin zit je handstuk, je nieuw handstuk. Je gaat het openmaken. Dit is je nieuw handstuk. Je laat het glijden op het micromotor. Er is maar één manier om die terug te zetten. Dus als het makkelijk naar beneden gaat, is het oké. Okay. Dan zorg je voor de klik. Dan gaan we de cap terug opzetten. Ook hetzelfde. Dus je laat die hier opkomen. Je draait totdat het makkelijk naar beneden gaat. Dan mag je het klikken. Die dummy pin gaan we weghalen, dus draaien, dummy pin eruit. Hierin mag je dan je bitje terug inzetten en handstuk sluiten. Okay. Je oud handstuk neem je hier in het hoekje. We gaan het draaien tot op het einde van de andere hoek. Dan gaan we de ene kant plooien, de tweede kant plooien. We pakken ons doos, doen het hier in, dan is het mooi beschermd. De bovenste bescherming pak je zo en zet je terug in het doos. De doos sluiten en je mag het naar ons terugsturen. Voilà, bedankt, tot binnenkort.